De Alpine A290, dat is er eentje uit de categorie wie het kleine niet eert. Want wat het bakske ontbeert in omvang, dat maakt hij goed in prestaties. Allee, dat hebben ze ons toch hier gezegd. We zullen zelf zien als we mee gereden hebben of dat ook klopt. En tot die tijd zijn dit de 5 dingen die je moet weten van deze Alpine A290. Ja, ik hoor de criticasters tot hier al zeggen, die Alpine dat is eigenlijk gewoon een Renault R5 met wat grotere velgen. Maar dat klopt niet volledig. Het Ampère-platform, het small Ampère-platform, dat is wel hetzelfde, maar vandaar is Alpine eigenlijk zijn eigen weg gegaan. Met als belangrijkste wijziging de 6 cm bredere sporen. 6 cm bredere sporen, dat betekent ook grotere wielkasten, met voor de Alpine deze prachtige uitgewerkte luchthappers. Renault 5 Turbo, voor zij die het niet zouden herkennen. En, kwak, 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 een ducktail op de koffer. Ja, het liefst heeft Alpine natuurlijk dat je de A290 ziet als een echte Alpine. En daar heeft het merk ook een aantal onderdelen voor meegebracht, zeg maar, die die link moeten leggen. Het begint technisch dan met de remmen en de dempers die voor een stuk overgenomen worden van de A110. De velgen, ja, het design daarvan, die linken dan naar de A310 van weleer. En dan zijn er natuurlijk ook de 4 koplampen. Met dat verschil dat die bij de A110 rond zijn en hier kruisvormig. En die kruisvorm, die refereert dan weer naar de jaren 70 en het succesvolle rallyverleden van Alpine. En misschien ook wel naar de toekomst, want hoor ik daar elektrische WRC? Ook hier binnen, nog meer van het sportieve, zou ik zo zeggen. En dan heb ik het niet alleen over de aluminium pedalen of die fantastische zittende kuipzetels, maar vooral over het stuur. Want dat stuur is gebaseerd op wat Alpine in de Formule 1 gebruikt. Qua vorm, maar ook qua knoppen die erop zitten. Zo heb je hier bijvoorbeeld die blauwe, dat is de recharge-knop, waarmee je de regeneratie kan regelen. En hierboven rechts heb je de prachtige OV-knop of overtake-knop. Als je die indrukt, heb je een boost van 10 seconden. Zoals je dat inderdaad ook hebt bij de Formule 1. Of in Mario Kart. Er is wel één heel groot verschil met Mario Kart. Dat is dat de Alpine wel komt met een achterbank en een koffer die naamwaardig. Want hier achter de klep 360 liter, alstublieft. Je hebt altijd standaard 52 kWh aan batterijvermogen. En dat batterijvermogen stuurt één motor aan. Die is overgenomen uit de Megane. Zij dat die motor hier in de Alpine komt in 2 vermogensversies. 180 pk en 220 pk. 0 naar 100 is daarmee geklaard in 6,4 seconden. Topsnelheid 170 km per uur. En nee, ik weet, dat zijn inderdaad geen heel zwaarwichtige cijfers. Er zijn er in dat segment die het beter doen. Maar wie Alpine een beetje kent, weet dat het bij het merk niet zozeer draait om topvermogen, maar wel om wat je doet met dat vermogen. Ja, en dat is bij deze A290 op papier wel alleszins geslaagd, want de ophanging is volledig herwerkt met die bredere sporen. Zoals daarnet gezegd, is er meer stabiliteit. Aan die bredere sporen hangen trouwens specifiek voor deze auto ontwikkelde Michelins die voorzien in meer grip. En ik heb me laten vertellen dat de achterkant expres zeer losgelaten is, zodat hij al eens met zijn kont kan zwiepen. Stel nu dat je zegt, ja, maar dat driften kan dat eigenlijk niet zo goed. Geen enkel probleem. Ook daar heeft Alpine rekening mee gehouden. In de A290 zit binnen het Alpine Telemetrics systeem, binnen het infotainment, een coachingfunctie waarin je via een aantal stappen opbouwt naar het uiteindelijk driften met deze auto. Ja, driften, het is een voorwielaandrijver, dus er wordt dus gezwierd met de kont, veel meer niet, maar toch, je leert het. Heb je dat eindelijk onder de knie, dan kan je overgaan naar de challenges. Daarin word je uitgedaagd, alweer door hetzelfde infotainment systeem, om een aantal opdrachten tot een goed einde te brengen. En lukt dat, dan word jij misschien wel de nieuwe Alpine kampioen. Wil je nu meer weten over deze Alpine A290? Nou, wacht dan tot als we ermee gereden hebben en tot als we die video uitbrengen. Kan je zo lang niet wachten? Autorit.be. Tot de volgende.